Vanaf vandaag geldt in bepaalde delen van Rotterdam dus een mondkapjesplicht. En hier in de Kuip, waar Feyenoord de eerste openbare training afwerkt zonder Steven Berghuis, Tarel Malacia, Christian Conte, Luis Sinisterra en Justin Bijlo, geldt die mondkapjesplicht nog niet. Al zien we achter mij op de Willem van Hanegem tribune onder de 1800 supporters wel mensen die toch een mondkapje dragen. Maar zij zijn vooral heel erg blij dat ze na bijna 5 maanden eindelijk weer een keer naar de Kuip kunnen. Fantastisch eigenlijk. Ja, we hebben er lang naar uitgekeken natuurlijk om weer een keer de Kuip in te kunnen gaan natuurlijk. En zeker naar de Feyenoord-spelers kunnen kijken natuurlijk bij de training. Denkt u dat u ze nog herkent straks? Ik ga er wel vanuit, ja. Er zijn maar 2 nieuwe volgens mij. Ja, mooi gevoel. Eindelijk weer eens een keer naar de Kuip toe. Zometeen ook binnenkijken hoe dat weer aanvoelt. Het is natuurlijk een andere omgeving. We zijn met het gezin, mogen niet bij elkaar zitten, maar het gaat wel goed komen. Ja, het is mooi dat we weer in het stadion kunnen. Het is wel anders dan anders op afstand, maar fijn dat we er in ieder geval weer in kunnen. Ja, raar. Raar dat we er zo lang niet geweest zijn. U knapt er wel van op, meneer, van zo'n mondkapje. Dat kan ik me voorstellen. Hoe is het om met zo'n mondkapje op te lopen? Dit is de allereerste keer. Dit gaat nog wel, maar dat moet natuurlijk geen hele dag duren. Dit. Je krijgt flaphoren van. De selectie met de aanwinsten Linssen en Diemers werkte voor het oog van de 1800 supporters een aantal oefenvormen af en werd toegezongen door een deel van de aanwezige supporters. Terwijl dat als onderdeel van de andere maatregelen uitdrukkelijk niet is toegestaan. Maar het meest jammer vond ik toch wel dat er een groepje jongeren was die bewust bezig was om herrie te maken, te schreeuwen. Een beetje provoceren. En dat is jammer, want je weet niet wat de gevolgen zijn. Hetzelfde zeggen ze, zondag gaat gewoon helemaal niet door met het publiek. In de communicatie werd gezegd van kaart is niet overdraagbaar, dus wordt gecontroleerd, maar werd niet gecontroleerd. Volgens mij de regel met niet zingen werd ook al overtreden. Dus ja, ik weet niet of dat echt houdbaar gaat worden. In de 1,5 meter, ik mis wel een klein beetje de sfeer zeg maar, van de mensen. Dat hoor je ook op de tribunes, dat die 1,5 meter zeg maar, toch wel beperkt zeg maar, in het hele gebeuren. De gemeente heeft laten weten met Feyenoord de eerste openbare training te evalueren in aanloop naar wedstrijden met publiek. De eerste openbare training met 1800 supporters gold dus als testcase voor de oefenwedstrijd van aanstaande zondag. Dan speelt Feyenoord hier in de Kuip de oefenwedstrijd tegen Sparta en mogen er vooralsnog 7000 supporters bij zijn. Die wedstrijd begint zondag om 2:30 en je hoeft er uiteraard niets van te missen via Radio Rijnmond Sport.